Welkom bij Spakenburg Nu, met vandaag, gesprek burgemeester. Jongeren vermaken zich in de bron. Rengersweg, dans Agilitas. Deze week werden we opnieuw opgeschrikt door de berichten over corona, toen bleek dat Bunschoten Spakenburg bijna koploper is in het aantal coronabesmettingen. De burgemeester is bij ons in de studio. Burgemeester, we staan op de tweede plaats landelijk. Is dit, wat houdt dit allemaal in, precies? Nou, meestal als er een soort ranglijstje is van waar de gemeente Bunschoten staat of een voetbalclub, dan wil je graag bovenaan staan. Ja. Maar dit lijstje niet, want dat is geen goed nieuws. We zijn gewoon een snelle stijger. Ja. Dat wil zeggen dat we in een week tijd, dus de laatste week, per dag zoveel besmettingen erbij hebben, dat relatief gezien de tweede hoogste gemeente van Nederland is. En dat is niet het aantal besmettingen, want dat is natuurlijk zijn de besmettingen een aantal in andere gemeenten die groter zijn ook meer. Maar als je het vergelijkt naar de omvang van de gemeente, het wordt dan in die statistiek teruggerekend naar 100.000 inwoners. Dus dan staat er een cijfer, dat is dan 5 keer zoveel als dat daadwerkelijk aan besmettingen zijn. Maar dat lees je dan bijvoorbeeld daar, dat er 600 staat. Maar dan is het in de praktijk 120. Maar 120 mensen in de afgelopen week die besmet zijn vastgesteld. Hè. Dat heet dan zeg maar positief getest. Dan is het officieel, ben je dan besmet met het coronavirus. En ja, dat zijn er gewoon per dag zo'n 25 geweest een week lang. Het zwakt nu iets af. Dat zijn de cijfers van de laatste paar dagen. Zijn we iets lager. Maar het kan alleen maar als wij ons gedrag aanpassen en veel voorzichtiger worden en niet denken dat loopt wel los. Maar is het de reden dan dat wij ons gedrag niet goed genoeg aangepast hebben? Nou ja, misschien hebben we dat inmiddels al wel gedaan. Dat we het de afgelopen weken al wel gedaan hebben, maar die weken daarvoor niet, kennelijk. Want anders zouden die cijfers niet zo explosief stijgen. En we moeten we natuurlijk ook over oppassen. Er zijn mensen die zich keurig en voorzichtig ermee zijn. En er zijn ook mensen die daar onvoorzichtig mee zijn, omdat ze denken van dat loopt wel los. En we hebben natuurlijk ook, wat we ook zien, is dat er natuurlijk onze jongeren, die hebben ook best wel weer in de tijd dat de horeca open was, ook zeg maar een paar dingen gedaan die ook eigenlijk niet goed waren. Hè. Dat is niet voor niks dat je dan een café moet sluiten. Maar dat is natuurlijk wel een mogelijkheid dat daar juist besmettingen zijn doorgegeven. En dat dan vervolgens de ouders van die kinderen besmet raken. Want dan komt in de huisverband, wordt dan die besmetting naar binnen gebracht. En daar zegt de GGD ook van, kijk, als we naar Bunschoten kijken, het is niet een bedrijf, het is niet een school, het is niet hier, het is daar, het gebeurt in de gezinnen. Dus jongeren gaan naar school toe, naar middelbare school, kunnen tafel oplopen en mee naar huis nemen. Ze kunnen uitgaan of in vriendengroepjes zitten en dan zelf helemaal niet in de gaten hebben dat ze drager zijn. Misschien nog niet eens echt ziek, maar wel ondertussen kunnen daardoor vader, moeder, opa, oma, en daar ben ik nou zo bang voor. Want afgelopen week was zo ongeveer 50% van de gevallen waren tussen de 20 en de 40 jaar. Tussen de 40 en de 60 jaar. Juist, en dan vervolgens zie je dus dat het eerst 2% was in 60 plus. En dat is nu alweer 15%. Dus het wordt via de generaties doorgegeven naar de ouderen. Ja. En daar ben ik ook weer zo bang voor dat we hetzelfde gaan krijgen als wat we in april hebben gehad. U hebt zelfs een brief geschreven naar de bewoners, de inwoners van Spakenburg. Ja. Wat is de hoofdmoot daarin? De hoofdmoot daarin is, het corona is niet voorbij, het is onder ons. Wij hebben er echt mee te maken, het gaat Spakenburg niet voorbij. We hebben hier in onze gemeente dit ook. En wij moeten voorzichtig zijn. En ik zag het eigenlijk een week geleden aankomen. Ik zag de verdubbeling van zeg maar van 5-6 gevallen per dag naar 12 gevallen per dag. En ik denk, oh, als dat maar niet. En dat is helaas uitgekomen, want we hebben dus nu een week met 25 per dag gehad. En dat moet, ik mag hopen dat
en hetgeen wat de regering aan maatregelen heeft genomen. En de discussies daarover, de gesprekken in de gezinnen. En dan hoop ik nog een beetje mee te duwen met mijn boodschap. Wees nou echt, neem het nou serieus. Dit is niet ongevaarlijk. Nee. Dus het ziekenhuis Meander heeft alweer een cohortafdeling. De IC-gevallen lopen alweer op. En dan mogen we blij zijn dat het vanuit Bunschoten nog niet zo is. Want dat kan, maar dat kan zo elke dag wel gebeuren. Want ik hoor van mensen, over mensen die nu dat ziekte hebben, dat het mensen zijn die knap ziek zijn. Ja. En daarbij dan inderdaad zegt van, oh, als ze maar niet naar het ziekenhuis moeten. Het is zo, die glijdende schaal kan zo optreden. En ja, als je eenmaal zover bent, moet alle zorg worden gegeven die nodig is. Maar het is natuurlijk veel belangrijker nu, echt heel belangrijk, om ervoor te zorgen dat die golf wordt ingedampt. Hoe kijkt u er nou naar dat afgelopen weekend toch weer groepen bij elkaar waren? En ook nog brutaal tegen de politie, hè? Alle regels overtraden. Wat doet u daarmee? Hoe vindt u dat? Nou ja, goed, ik keur het af. Dat is één. Dat is duidelijk. Twee, het is ook nog eens oliedom. Hè? Het is bijvoorbeeld als er dan een feest wordt gehouden of zeg maar zoveel mensen bij elkaar zijn op een kleine ruimte. Van verschillende leeftijden overigens, dat zijn dan niet eens alleen jongeren. Dan denk ik van ja, dat weet je toch dat je dat niet moet doen. En dat is nog vragen om problemen. Dat is net doen alsof het er niet is. Dat is struisvogelpolitiek. Ja, en we vinden het allemaal moeilijk. U hebt er in uw gezin ook mee te maken. We hebben er allemaal mee te maken. Het is allemaal moeilijk. En je zal ook allemaal in de situatie komen dat je denkt van, oh, dat was misschien net even niet verstandig. Want ik wil daar ook niet over oordelen. Hè, want je moet ook dat met elkaar hebben. Maar dat je toch je houding is om je best te doen. En nadat jongeren zich zo gedragen, en ook richting politie, dat is natuurlijk niet acceptabel. En ik mag hopen, en er zijn ook een paar mee naar huis genomen. En de ouders waren niet blij dat ze thuisgebracht werden. En die waren dus ook niet blij met het gedrag van hun jongeren, van hun kind in dit geval. En ik mag hopen dat daar ook iets van uitgaat. Ik ben wel blij dat de politie ook juist het afgelopen weekend dat ook duidelijk heeft onderstreept. Ook in samenwerking met onze BOA's, tot hiertoe en niet verder. Ik heb een beetje het gevoel dat er meer agressie komt. Bijvoorbeeld in ons eigen dorp een vader die in elkaar geslagen wordt. We zijn er allemaal van overstuur eigenlijk. Ja. Door een groep heel jonge jongens. Ja, nee, het is echt, als je dat dan hoort, dan is het echt onvoorstelbaar dat het gebeurt. Dus dat er dan kennelijk, zeg maar, ook mentaal iets is ontstaan, hè? En dat verveling toeslaat, maar ook van het beklemd leven. En dat je dat dan niet aan kan, dat mede wellicht inderdaad leidt tot agressie. Maar ook al voel je je niet lekker, ook al zit je niet lekker in je vel, je blijft van andere man af, van zijn goed en van zijn lijf. En dit is gewoon, dit moet ook, de politie die zit daar ook bovenop, want dit moeten we echt niet accepteren. En zeker moeten die jongeren daarop worden aangesproken, de ouders daarover worden geïnformeerd. En daar moet ook op een goede manier mee worden omgegaan, want dit moet niet worden geaccepteerd. Nee, zeker niet. Maar je kunt wel bezorgd worden, want het lijkt wel of ze het ook leuk vonden. Je kunt boos worden en iemand iets doen, kan ik me nog voorstellen. Ja. Maar iemand echt met z'n allen in elkaar trappen, dan gaan mijn haren wel rechtop staan. Nou, die van mij ook. Maar ik ga verder niet op de zaak in. Hè, want dat is niet aan mij om dat ook te doen. Die politie en justitie moeten hun werk doen. Ik zeg wel van ja, het is onbestaanbaar dat het is gebeurd. Ja. Ik heb ook contact gehad met het slachtoffer. Juist ook om hem bemoed in te spreken. Maar dat moet zijn weg hebben. Maar tegelijkertijd, en dat is ook de verbinding die je maakte naar zeg maar wat er afgelopen weekend aan gebeurt bij de skatebaan. Dat er dus inderdaad onder jongeren, niet alle, maar onder jongeren wel iets broeit. En dat heeft denk ik wel met de druk van deze tijd te maken. Dus ik wil dan ook mensen oproepen die met die jongeren te maken hebben in gezinnen, op een andere manier denken van wat kun je nou als alternatief bieden, hè, binnen die beperkte regels die er nu eenmaal zijn, om ervoor te zorgen dat ze toch een thuiskomen hebben. Want dat er nu eens een aantal zaken gesloten zijn en je in de buitenruimte niet meer met de groep mag komen, dan moet je toch thuis ook gezellig maken. Ja, extra gezellig maken. Misschien is het goed om te besluiten met wat u tegen de kijkers wilt zeggen. Wat wilt u zeggen? Ja, ik
Ik wil het zeggen tegen al onze inwoners, zeg maar, of je nou in het buitengebied woont of in het centrum. Corona is veel dichterbij dan je denkt. Het aantal mensen wat de besmetting heeft opgelopen is toegenomen. En dan hebben we het alleen nog over de vastgestelde besmettingen. Dus er zullen er ook zijn waar het nog niet is getest of mensen toch mee rondlopen. Juist daarom is het ontzettend belangrijk om niet alleen te denken aan jezelf, maar ook aan de ander. Dus hou de regels, neem de regels in acht. Hou overal echt die afstand, die van 1,5 meter. Dat is echt heel erg nodig. Wie regelmatig van en naar de wijk Rengers-Wetering fietst, weet het. De Rengersweg was een vreselijke fietsweg geworden. Je werd als fietser door elkaar geschud tot en met. En toch was en is de Rengersweg de enige fietsroute voor deze wijk. Gelukkig is er een einde gekomen aan het gehobbel. De Rengersweg wordt opnieuw bestraat en de harde werkers vorderen goed. Het was deze week herfstvakantie, maar er waren nauwelijks activiteiten en wat er georganiseerd was, werd vaak ook nog weer afgelast. In de Bron werd wel een leuk evenement gehouden en de jongeren vonden het prachtig. Ik kwam toevallig langs fietsen. Kan je iets over vertellen, Martijn, wat je hier georganiseerd hebt? Jazeker. Ik heb dan elke dinsdagmiddag MDT, maatschappelijke diensttijd. Maar omdat het restaurant en alles dicht is, dan gaat het allemaal niet meer door, omdat door corona en alles. Mm-hmm. Dus ik moest het anders gaan verzinnen, maar ik kwam er maandag mee. Dus ik... Dat is allemaal benauwd. Ja, ja. Maar dus we moesten wat anders gaan verzinnen, dus ik dacht, ja, dan doe ik het donderdag. Dan regel ik wat voor alles van 8 tot 13 jaar. Want dan hoef je geen afstand te houden en zo. Ja. En alleen mondkapjes op als je ze verplaatst. Ja. Als je 13 plus bent dan. Dus dat gingen we doen, maar toen kwamen we het aan. Het was een hele grote opkomst geworden. Hè. Stond er 60 man. Dus dat was wel leuk om te zien, maar het resoneer was opgedeeld in 2 groepen. En nu moet ik, ik heb er alsjeblieft naar mijn zin in ieder geval. Eigenlijk wordt er helemaal niks georganiseerd nu, hè, vanwege corona. Ja, en de jongeren die willen natuurlijk wel wat doen in hun vakantie. Dus heb je nog meer dingen in je hoofd dat je denkt van, dat gaan we doen? Ja, nu nog niet, maar eens voor andere vakanties als corona zo door blijft gaan, dan kan het altijd nog een keer gebeuren. Dan ga ik misschien nog wel een keer wat leuks organiseren. Hoe heet jullie? Ik heet Floris. Ik heet Uip. Oké, hey jongens, vertel, hoe zijn jullie opgekomen om hierheen te komen? Nou, eigenlijk ben ik ben een neefje van hem en ik ben hier bij hem logeren. En ik zit eigenlijk helemaal niet op voetbal, maar hij appte mij van, heb je zin om te voetballen vanmiddag als we gaan logeren? Want heb je daar zin in? En ik zei, ik vind het prima. En ja, en daardoor zijn we hier eigenlijk. Ja, superleuk natuurlijk, want voor de rest is er eigenlijk niks deze herfstvakantie. Hoe vermaken jullie je? Nou ja, ik spreek dan nog wel af met vrienden en dat. En ik ben gisteren naar de bios geweest en zo, dat is daarom. Met 30 man? Nee, met 3 andere kinderen. Ah, oké. Nee, maar er mogen toch maar 30 man in de zaal? Ja, volgens mij zoiets, maar het was wel heel leeg. Want je had bij allemaal stoelen en er zat overal zeg maar 1,5 meter tussen. En jij, hoe vermaak jij je deze herfstvakantie? Ja, in de ochtend gaan we op de PlayStation en in de middag gaan we voetballen op voetbalveld. Kijk, zit je ook op voetbal? Ja, ik zit op voetbal. Welke ploeg, of hoe heet dat? Blauw natuurlijk. Blauw, yeah. Ja. Wil je verder nog wat vertellen over, wie zit tegen onze kijkers? Hallo. We sluiten dit keer weer vrolijk af. Hebben we wel nodig in deze heftige tijd. De dansgroep van Agilitas laat u weer genieten. Girls, 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 girls. It's the call, girls.
Well, here we go again, another perfect 10. Sometimes we gotta let it out. Ooh, I feel it all the time, they're always on my mind. They bring me up when I'm down. Kijk naar Spakenburg nu. Te zien tot 11 uur. Morgen weer 6 keer los op zondag. Maandag kunt u in Uit de Oude Doos kijken naar een reisje dat Hosanna maakte toen de vereniging 85 jaar bestond. Dinsdag weer een vrij item en woensdag weer Spakenburg nu. Alvast even aandacht voor donderdag, dan komt de eerste aflevering van het programma Lifestyle, gemaakt door Miranda van den Berg. En ik zeg het maar weer, zorg goed voor uzelf en voor de mensen om u heen. Fijne dag.